Een fit en pijnvrij lichaam waar je makkelijk en soepel mee kunt bewegen. Ja, dat willen we natuurlijk allemaal. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Maaike Kortmacher, die weet daar alles van. Hij is fysiotherapeut bij Fysiotherapie for All. Jij bent fysiotherapeut. Mm-hmm. Wat is nou het belangrijkste in jouw werk? Nou, wij vinden het heel belangrijk dat de patiënt centraal staat. Dus kwaliteit en aandacht voor de patiënt staat bij ons op nummer 1. Wij zorgen er ook voor dat we de patiënt gericht een behandelplan krijgt. Gericht op de individu, zeg maar. Dan komt er zo'n patiënt binnen met een klacht. Hoe ga je nou in het algemeen te werk? Dus we gaan eerst een uitgebreid onderzoek doen. Dus een anamnese, een vraaggesprekje, mm-hmm. onderzoek, lichamelijk onderzoek. En soms wordt dat onderzoek aangevuld middels echografie. En we kunnen dan met onze gerichte therapieën, in de vorm van dry needling of manuele therapie. En zo hebben we eigenlijk voor iedereen een gerichte behandeling. Zijn dus eigenlijk, noem je al, heel veel verschillende behandelmethodes. Mm-hmm. Ik ben wel benieuwd naar die shockwave en die dry needling, zei je. Ja, kan je daar iets meer over vertellen? Ja, nou, shockwave is eigenlijk een therapievorm waarbij we hoog-energetische golven, zeg maar. Ja. Daarmee kunnen we heel intensief peesletsels en slijmbeurzen verhelpen, zeg maar. Dus je gaat met een apparaat op die pijnplek? Ja, precies. En dan? Dan krijgen ze dan een soort van... Ja, krijgen ze eigenlijk best wel harde impulsen. Ja. Is wel een beetje gevoelig. Alleen daarmee gaan we eigenlijk de doorbloeding optimaliseren. En ja, dan kunnen we sneller herstel genereren. En die dry needling? Ja, de dry needling is een vorm waarbij we met droge naalden werken. Daarmee gaan we in spierknopen prikken. Spierknopen zijn eigenlijk kleine ballonnetjes die zich ophopen in de spier. Mm-hmm. En daardoor kan de spier niet goed doorbloeden. Ik kan me voorstellen, er zijn natuurlijk ook mensen die echt nog echt erge klachten hebben, waarbij een revalidatietraject nodig is. Mm-hmm. Kan je me daar iets meer over vertellen? Ja, dat kan ik wel laten zien, maar dat gaat mijn collega even uitleggen. Nou, ook zo'n traject is dus maatwerk, ondanks dat er misschien... Wij doen met name de orthopedische revalidatie. Ja. En ja, het lijkt allemaal standaard werk, ook bijvoorbeeld de ingrepen. Een nieuwe knie, een nieuwe heup, een nieuwe kruisband, een schouderoperatie. Ook dat is gewoon heel individueel bepaald. Dus het zijn eigenlijk trajecten voor mensen die uit een operatie komen, maar het kan ook zijn dat ze niet geopereerd zijn. Ja, dat is dus een revalidatietraject wat we eigenlijk dan een specifieke oefentherapie noemen. Bijvoorbeeld iemand, een hardloper met een hamstringblessure. Ja, die gaat ook gewoon een traject in voor weefselherstel met oefentherapie, zeker revalidatie. In dat traject kijken we ook altijd van hoe gaat het. Eventueel ondersteunend met een echografie. Van, in hoeverre is die hamstring, die spier, is die nu hersteld? Dat we de laatste stap kunnen maken dat man of vrouw weer volledig kan gaan sporten. Wil je meer weten over fysiotherapie? Kijk dan op mijnlevenmijngezondheid.tv.